Trap gaat, mag dat? We beginnen bij 3, 2, 1. De eerste steen is gelegd op het voormalig Euroscoop-terrein aan de Wilhelmina-singel, waar het hoofdkantoor van chemiegigant DSM een nieuw thuis gaat krijgen. De directeur van het bedrijf snapt wel waarom ze naar deze locatie zijn gekomen. Als we kijken naar wat we zien, ambachtsschool, oud met modern, volledig duurzaam, die fantastische combinatie maakt het eigenlijk dé plek om het DSM-hoofdkantoor neer te zetten. En de bereikbaarheid? Bereikbaarheid, veel op de fiets. Ik ben zelf een fan fietser. DSM vindt het leuk om te fietsen. U weet dat wij team DSM hebben als fiets. Station vlakbij en een beperkt aantal parkeerplaatsen. Maar de combinatie voor 700 mensen die hier op 350 werkplekken kunnen werken is absoluut goed logistiek bereikbaar. Het nieuw te bouwen pand ligt op een centrale plek in de stad. Daarom is het bedrijf zich bewust van de overlast die het miljoenenproject kan veroorzaken. Nou, in de bouw proberen we heel veel overlast te voorkomen. We hebben heel veel contact met de buren. BAM is onze bouwer, heeft daar heel veel ervaring in. En we hebben uitstekend contact, ook heel veel ideeën meegekregen om te zorgen dat we die overlast beperken. Kijk, voor bewoners is het altijd even afwachten. Wat gaat er met mij gebeuren? Maar als dat allemaal goed loopt, heb ik ook alle vertrouwen in, dan is deze stad super trots straks als dit mooie gebouw hier staat, op de toekomst gericht en ja, met internationale allure, en dat past bij ons. Nou ja, je kunt zo'n fantastische ruimte midden in de stad natuurlijk inderdaad, begrijp ik, niet onbenut laten. Maar voordat hier de bioscoop was nog, was dit allemaal park. Hadden we hier bloemen, forsythia, één gele zee als de lente begon. En dat is natuurlijk nu weg. Maar ja, het ziet er mooi uit op papier. Ik hoop dat we hier ook altijd welkom blijven als buurtbewoners. Codewoord voor het gebouw is duurzaamheid. Zo moet het gebouw geheel CO2-neutraal worden. Energie wordt hergebruikt. Aan de buitenkant komen solar panels, duurzame materialen. De fundering is gebruikt van oude materialen. De fundering was er al, die hebben we toegevoegd. In plaats van normale fundering weghalen en helemaal opnieuw gaan bouwen. Er zijn een aantal voorbeelden waarbij duurzaamheid absoluut belangrijk is. Het is ijzer, het komt mee. Dimitri Vreese kiest een stuk marmeren vloer, denk ik. Juist. Omdat? Ja, die zaten in het toilet. Die komt Dan is uiteindelijk Casper toch nog geholpen. Koen, jij kiest voor een blok, wat zou het zijn? Een stuk oud beton? Een stuk beton. En toch een soort materiaal wat meestal wordt weggegooid en in dit geval weer wordt gebruikt. Ook van de afvalstoffen van het voormalige bioscoopgebouw wordt gebruikt gemaakt. Door een kunstenaar. Het startpunt is eigenlijk als het ware de brokstukken van het vorige gebouw te gebruiken in een nieuw bank of een zitmonument. En ik ga eigenlijk als het ware het oude en het nieuwe proberen te combineren. En dat komt dan te staan in de binnentuin van het hoofdkantoor. De bouw kan dus officieel beginnen. Het pand moet begin 2024 klaar zijn.